Maar over het geheel gezien vond ik de betere ploeg en VSB met de meeste kansen. Dus ja, teleurgesteld. VVSB RKDES eindigde in 1-1. Steven, kan me voorstellen dat je een beetje teleurgesteld bent. In het resultaat ben ik wel teleurgesteld. Ja, ik denk dat wij voetballend beter waren dan de tegenstander. Dat je meer kansen creëert. En uiteindelijk, als je het einde van de tweede helft, moet je misschien dan wel weer geluk of prijzen dat het 1-1 is. Maar over het geheel gezien vond ik de betere ploeg en VSB met de meeste kansen. Dus ja, teleurgesteld. Echt een ploeg zoals je je eigen ploeg hebt voorbereid. Hè? Let op jongens, het is een counterploeg. Schakelen snel om. Dat is een beetje wat we zeker de eerste helft gezien hebben. Ja, zeker. Al vond ik het nog iets, ik had het erger verwacht, het inzakken. En dat ze echt de bus voor de goal zouden parkeren. Nou, dat viel nog wel mee. Maar inderdaad wel vanuit de omschakeling proberen te spelen. Tweede helft, Tim Warmerdam eigenlijk een engeltje op de lat, had ik een beetje het gevoel. We kwamen 1-2, twee momenten goed weg volgens mij in de tweede helft. Maar uiteindelijk heb je zelf ook de kans gehad. En is het gewoon jammer dat je... dat we elkaar niet belonen. Hè? Zeker na een 1-0 achterstand. Met rust. Nou, tweede helft, fantastische inzet van de spelers. En dan had er eigenlijk wel een beloning in mogen zitten. Wat mij betreft. Wat mij betreft ook zeker, Steef. We pakken maar een biertje, zullen we zeggen. En op naar volgende week weer. In ieder geval, we hebben niet verloren. Dat is het belangrijkste. Toch voetballend, zeker de tweede helft, een opsteker van deze wedstrijd. Ja, zeker voetballend heel erg goed. En ik denk dat we heel erg veel schotkansen hebben gehad. En dat betekent dat je dus in de as goed aan het voetballen bent. En dat is wel een compliment. Maar ja, aan de andere kant moeten we nu ook wel weer naar de volgende wedstrijd voor zorgen dat we gaan winnen. Oké, Steef, dankjewel en tot volgende week.